Ja, goedemiddag lieve vrienden. Het is vandaag 14 mei, dat ding is gek. Jawel. Oh, hé, het is wel 14 mei. Ja. Ah, gefeliciteerd Jan. Ja, mijn pleegbroer had vandaag jarig kunnen zijn die nou in de hemel is. Dus ja, gefeliciteerd, boven maak er een feestje van. Ja, zeker weten. Maar in ieder geval allemaal een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag weer prachtig mooi weer. Rebecca is boven bezig, Frodo loopt buiten, Kandal zit buiten. Dus ja, en Eeuwen die is hier. Hé, ja nou? Ja. Ja. Ja, en ik kreeg via Wadders app een oproep van: kan je alsjeblieft naar deze topic kijken op de groep? Dus ik ben even bezig om naar de groep toe te gaan. En dan moet ik zo meteen mijn schort maar aan gaan doen. En daar aan het werk gaan. Kan dat even weer bling bling worden? Ja, moet ook gebeuren, hè? Het staat er nou echt vol. Maar ja, komt ook mede daar ik gisteren het een en het ander heb veranderd met planten. Dan krijg je er weer vuile afwas erbij. Dus ja, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Ga ik ook doen, hè, Frodo? Ja, nou. Ja, toch. Gaan we samen iets doen, hè? Ja, we gaan genieten. Ja, van het mooie weer, hè? Ja, zeker. Hé? Wat? Maar oké, geniet ervan. En ik zou zeggen, tot later deze dag. Doei, doei! Zo, mijn huisje is weer netjes. Ook het aanrecht is weer netjes, ja. Daar staat nog dat paarse potje, dat moet nog opruimen. En de rest, ja, die heb ik dagelijks nodig. En dat mag niet in de vaatwasser en dat is wel schoon, maar dat gebruik ik vaak. Dat is voor de vogeltjes. Voor buiten, die moet daar weer in terug. En dat is mijn glaasje, die mag ook niet in de vaatwasser. Dus ja, bang dat die breekt. Die gaat naar de schuur toe. Komt allemaal goed. Ja, 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 ja. En Eeuwen die zit weer te eten. Die had er zin in wat. Dus ja, dan zet ik wat ze had laten staan weer op de grond. Maak ik het even los. De vaatwasser die draait. En ik heb de plant allemaal weer gekortwiekt. Want omdat het eerst buiten stond, waren de blaadjes verbrand door de zon. En dan heb ik... Kijk, die blaadjes zijn ook allemaal nog lelijk, maar daar kan ik niet bij komen. Nou, dan de volgende pot. Kijk, heb ik ook afgeknipt. En dan hebben we nog een pot. Heb ik ook afgeknipt. Dus ik ben benieuwd of die weer opkomt. Ja, ik dacht dat Christy kan, dat moet ik toch ook kunnen? Ja, daar staat er ook nog één. Deze. En daar komen deze stekjes allemaal weer vanaf. Dus ja, we wachten het af. En dat is een nieuwe, die heb ik van de kerk gekregen. Dus ja, wel leuk allemaal. Maar dan het onderhouden nog. Dat is een staart. Minder leuk. Ja, het onderhouden. Want ik en planten... Ja, zijde. Ik heb zijdeplant. Dus ja, hoe en wat verder, ik weet niet. Maar oké, komt allemaal goed. Daar ben ik blij mee, dat het goed komt. Ik ga nou Frodo zijn wc'tje opruimen. Dan moet ik even Sandra Urban van Cirolo even appen van hoe laat ze ook alweer komt. Want ik wil weer even proberen met jullie bij mama en papa Zwaan te kijken. Ja. Kijken vooral wat is. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks.
de kuikentjes op het nest. Maar het waait nogal, dus de boom gaat er af en toe voorlangs. Kijk, zien jullie ze? Twee zitten erop, waar de rest is, weet ik niet. Zo lief. Ik hoop dat jullie dat konden zien. Ja, nou wel. Kijk dan. Prachtig. Mama, kijk eens. Wat ze worden gevoerd door papa en mama. Geweldig. Ja, waar die andere binnen. Joost mag het weten, maar ik weet niet. Ze hadden er 5 en nu zie ik er maar 2. Maar ja, wie weet. Zwemmen de anderen rond. Legt mama zwaan dan? Wat papa is, weet ik niet. En die is de hort op. Die is denk ik uitvissen. Voer halen voor zijn vrouwtje. Ze hebben dus nog niks. Ze legt nog steeds op de eitjes. Doet ze goed. Dus. Ze verzorgt het wel goed allemaal. Lekker in het zonnetje. Heerlijk. Genieten. Nou, ik hoop dat het allemaal goed komt. Hé, mama zwaan? Ja. Gaan we lekker verder slapen. Nou is het wel goed. Of niet dan, hè? Het is mooi.